Ik moet hier sowieso doorheen rennen. Sowieso. Lekker, Link. Yo Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar een gloednieuw video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en we spelen The Legend of Zelda Link's Awakening op de Nintendo Switch. En in deze aflevering gaan we de gouden blaadjes zoeken voor Richard. En hopelijk gaat hij ons dan de sleutel geven die we nodig hebben om de derde kasteel, grot. Het is geen kasteel in deze game, Rick. Het heet een grot. De derde tempel. Zullen we het gewoon tempel noemen in deze game? Bla 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 bla. We gaan de derde tempel doen in deze aflevering. In de vorige aflevering heb je kunnen zien hoe we de trading game hebben gedaan. We moesten allemaal dingen ruilen om uiteindelijk tot een banaantje te komen voor een aapje die de brug heeft gebouwd waar we zojuist overheen zijn gegaan. En waardoor we dus dit kasteel in kunnen. Want ja, zoals Koenit Island heeft gewoon ook een kasteel. We zien hier nieuwe enemies. Nieuwe enemies. Hoppa. En we hebben hem genakt. Oh, zo te zien moeten we deze guy wel gaan slopen. Oh, en die gaat bommen gooien. Ga jij mij een van die gouden blaadjes geven als ik jou heb verslagen? Ik heb nog niet veel van zulke enemies gezien namelijk. Letterlijk nog geen één, zeg maar. Ah, pak hem! Pak hem! Ja! Kijk! Kijk! Het eerste gouden blad van Richard, die te scheiterig is om zelf deze blaadjes in zijn kasteel te gaan halen. Het verhaal is namelijk dat zijn beveiligers, zoals deze gasten, helemaal gek zijn geworden. En nu durft hij dus niet meer om het kasteel in te gaan. En moeten wij dat voor hem gaan doen? Hè? Nou, helemaal goed. Zullen we eerst even rond het kasteel gaan kijken, voordat we het kasteel ingaan? Yo, beveiliger van Richard, doe niet zo gek. Hoppa, kabliggy blam, kabliggy blam. Even al deze steentjes optillen. Even deze verslaan. En even die vogel proberen te verslaan. Oh, oh, rustig, rustig. Rustig, man. Doe normaal. Ja, hey, nice. Tweede blaadje. In de pocket. We gaan lekker, man. Moeten we er dus nog drie zien te vinden nu? Ligt hier nog wat? Nee, daar kwamen we vandaan. Ligt hier wat onder? Nee, ligt ook niks onder. Nou, dan is het nu tijd om het kasteel in te gaan. Dit is dus niet kasteel Hyrule. Dit is kasteel van Koholint Island. Ik verwacht dus eigenlijk ook dat het niet zo groot is als kasteel Hyrule, jongens. Oh, oh, oh. Rustig. We hebben hier ook speerwerpers. Auw. Auw. Auw, rustig. Chill. Chill. Man. Man, Richard, ik snap wel dat jij dit niet durft. Oh, hoppakee. Derde blaadje is ook weer in de pocket. We gaan lekker. We moeten nog twee blaadjes zien te vinden. Deze kant op. Dan gaan we hier ook nog even alle guards verslaan. Want misschien krijgen we dan nog wel een blaadje. Nee, helaas geen blaadje. Oh, maar hier zijn er nog meer. Wacht even. Wacht even. Krijgen we nu een blaadje? Oh nee, we hebben nu de poort geopend van het kasteel. Nice. Nu kunnen we nu wel gemakkelijk in en uit het kasteel als het nodig is. Ik ben benieuwd of we hier nog terug moeten komen later. We gaan hier naar boven. Oh, dan moeten we hier dus ook bommen neerleggen. Hiervoor en hiervoor. Oh, enemy. Ah, ik heb gewoon last van mijn eigen bom. Oh, misschien had ik dit even wat rustiger aan moeten doen. Oh, kijk eens. Daar hebben we al het volgende blaadje, jongens. Eerst even deze gast slaan. Rustig aan. Lekker. Ik heb nog maar drie hartjes over. En ik heb nog één blaadje nodig. Ja, ik hoop dat het allemaal goed gaat komen. Wow, oké. Die enemy ziet er wel heavy uit. Ja, ik wil sowieso nog wat extra hartjes. Want deze gast zag er wel uit alsof die geen grap maakt. Even de deur openmaken. Liggen hier hartjes dan? In ieder geval wel een bom. Maar ik heb hartjes nodig. Ik heb heel veel hartjes nodig. Oh, kijk, hier een hartje. Als we dat dan drie keer doen, heb ik dan weer alle hartjes terug? Even kijken of er nu weer een hartje in zit. Ah, kijk, nice. Oké, top. Nog één keer. Oh, en ik kan eigenlijk ook nog wel wat extra bommen gebruiken. Besef ik me nu opeens. Hoppa, 9. Oké, ik ga even bommen verzamelen. Ben zo terug. Oké, ik heb 20 bommen. En ik ga het gewoon proberen met die 20 bommen. Let's go. Ik ben wel een beetje bang voor deze gast. Hoe ver gaat hij zwaaien? Oh, oké. Dan gaat hij best wel hard zwaaien. Oké, ik kan er gewoon blokken met mijn schild. Oh, kijk. Oh, oh, dit was helemaal niet zo moeilijk, man. Dit was toch niet zo moeilijk als dat het eruit zag. We moeten nu naar Richard en dan moeten we onze beloning gaan ophalen. Let's go to Richard. Wel handig dat we nu gewoon de vooringang, uitgang kunnen nemen. Hey, hallo. Hey, wat sta jij hier opeens te doen, vriend? Terran zegt, oh, Link, ik zie dat je een stokje hebt. Mag ik die voor een seconde lenen? Ja, mag. Maar ik weet niet wat je wil gaan doen met die bijen. Waarom? Terran, waarom doe je dit? Wil je een nog dikkere neus? Wat doe je? Waarom? Wat een gast, joh. Wat een gast. Nou, wij hebben in ieder geval een
honingraad of een bijenkorf gevonden, hoe je het noemen wil. Nou, top. Ging dat een beer dat wel wil hebben een keer van mij. Ik bedoel, beren die zijn dol op honing natuurlijk. En als het goed is, moet ik dan hier bij deze portal naar beneden. Dan gaan we weer de goede kant op. Verder naar beneden, door naar Richard's huis. Met al zijn onkruidgast, echt. Oh. Yo, Richard, Mattie, jij durft zelf niet naar het kasteel. Maar ik heb hier je 5 gouden bladeren gevonden, jongen. Oh, trap je. Je hebt alle blaadjes verzameld. Nu, beweeg dit beeld en daar zal je je beloning vinden. Oh, moeten we er nog meer moeite voor doen, joh? Kan je het niet gewoon aan me geven? Man, gun gewoon de reward, man. Oh ja, maar jij durft natuurlijk hier ook niet naar de kelder, hè, Richard? Dat is het ding. Nou, top. Bedankt voor je seashell. Ja, Richard, die durft niks, jongen. Hij heeft zo'n mooi kapsel, mooi pakje, alles. Maar hij durft geen eens hier naar beneden, joh. Is hier mijn reward? Oh, kijk, we mogen nu in zijn tuin. Aha. Ah! Oh my gosh, die Richard, jongen, echt. Hij houdt echt niet van tuinieren. Hij had zeker in zijn kasteel ook gewoon iemand die voor hem tuinierde. Wedden? Oh. Geef dit hartje. Kom op, Link. Pak hem. Ja. Woehoe. Ik heb bijna geen leven meer, maar ik heb hem wel te pakken. Nu nog terug zien te komen alleen. Oké. Dat ging makkelijker. Ja, waarschijnlijk ligt mijn beloning hier. Als ik daar ga graven. Ja! De sleutel van het derde... We zouden niet meer kasteel zeggen. Paleis! Van het derde paleis! Ah, we kunnen naar het volgende. Paleis! Het enige wat we hoeven te doen, is de sleutel in het slot doen. Kablikki blam. En dan gaat de poort open. Lekker. En dan moeten we alleen nog even weer een rondje lopen. Via deze kant komen we namelijk niet in het paleis. We moeten namelijk hier opspringen. En doorspringen. En doorspringen. Yes, alright. Let's go, derde paleis. Oké, de deur gaat gelijk dicht. Top. Blijkbaar heb ik veel bommen nodig in dit paleis. Ik krijg gelijk allemaal bommen. We gaan hier naar rechts. Let's go. Daar gaan we niet bij komen volgens mij. Even een pot hier tegenaan. Had ik net niet gezien, nu wel. Bam, bam, bam. Het scheelde echt niks. En daar is het eerste kistje al. Met de eerste sleutel. Let's go. Naar boven. Alle enemies verslaan. Oh, daar krijgen we ook weer een kistje voor. Kom maar op met de kistje. Oh, er zit een blooper in. Maar je neemt Link niet zomaar in de maling, vriend. Bam, bam. Hier kunnen we ook nog niet naartoe. Want we moeten eerst even zo'n aan- en uitblok activeren. Waarschijnlijk ligt hier ook een schat. Ja. Oké, okay. Oh, maar dan moeten we alleen die blooper daar links nog zien te verslaan. Kunnen we daar komen? Volgens mij op dit moment nog niet. Deze vloer is namelijk geen schakelaar. Ten eerste hier waarschijnlijk ergens een schakelaartje gaan vinden. Bam, 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 bam. We kunnen 1 deur openmaken. Laten we gaan voor deze bovenste deur. Let's go. Pak hem, pak hem, pak hem. Nice, pak die enemy. Hoppa, hoppa. En de volgende sleutel. Dit is ook gelijk de kamer waar we de schakelaar om kunnen zetten. Dus dat doen we ook gelijk. Snel door naar de volgende kamer. En... Oh. Die gaan weg als ik ze wil slaan. Dus we hebben daar denk ik dan die bommen voor nodig die we in het begin hebben opgepakt. Hopelijk gaat het lukken. Hopelijk raak ik hem. Ja, we raken hem net. Gooien. Oh, die was niet goed. Laten we deze even in de hoek hier dan gooien. Ja, top. Bam. Nice. Oh, wat? Hij leeft nog. Hij leeft nog. Hier. Pak hem. Boom. Oh, snap. Oh, snap. We moeten heel snel naar die sleutel. Ja. Waren we bijna die sleutel kwijt, jongens. Go, 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 go. Oké, hier is nog zo'n vogel. Laten we weer een bom naast hem neergooien. Bam. Nice. Nice. Waar is het? Hier zit nog een enemy ergens. Ja, zie je? Bloepertje. En nog een sleutel. Zodat we ook de vierde kamer hier op deze vloer kunnen gaan oplossen. Hier naartoe. Oh, hier gaan we weer naar boven. Nou, laten we het maar gewoon doen. Weet niet of we die vogel gaan raken op deze manier. Nee, die vogel gaan we zo niet raken. Wait a minute. Wait a minute. Kijk, hij is nu daar. Kijk, dan kunnen we hem daar nu makkelijker raken, denk ik. Oh! Wordt nog wel even door die vleermuis genakt. Als we nou gewoon die bom daar in die hoek gooien. 1, 2, 3. Bam! Oh, hij blijft gewoon zitten. Hij wordt gewoon geraakt door een bom en denkt... Ah joh, I don't care. Ik blijf gewoon lekker zitten, man. Ik zit hier goed op mijn plekje. Rare vogel. Waarschijnlijk is hier weer een schat, want er staat daar weer zo'n pedaaltje aan de linkerkant van deze kamer. Even hun verslaan. Kijk. Dat dacht ik al. Hier naar boven. Dit ziet er vrij ingewikkeld uit. Tenminste, dit wordt al een iets ingewikkeldere kamer. Laten we maar even hierboven kijken. Ja, dit is een pijl. Waarom wijst die pijl naar beneden? Moet ik daar een bom neergooien? Is dit een plek waar een bom neergelegd moet worden? 1, 2, 3... Ja, kijk, top. Oh, en dan hier ook. Hier kunnen we ook nog een bom neerleggen.
Het is maar goed dat we inderdaad lekker veel bommen hadden. Krijgen we hier ook bommen uit? Nee, wel hartjes. Dat is ook altijd fijn. Ah, oké. We hebben nu een shortcut gemaakt. Kunnen we hier naar boven toe? Let's go. Oh, snap. Hier moeten weer alle enemies verslaan. Oh, die bommen gaan ontploffen. Weg! 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 Volgende kamer. Nice, hier ligt het schat. Top. En dat is het kompas. Dat komt altijd van pas. Sorry jongens dat ik soms zo ontzettend flauw ben. Ik kan er ook niks aan doen. Let's go. Kill the small blue parties. Ah, laat me los. Bam. Zullen we even hierboven kijken dan? Oh, snap. Dit is een boss battle. Ja, ik ga je bommen laten eten. Ik zie het alweer. Jij wil heel graag bommen eten. Eet. Eet een bom. Wat loop je weg van mijn bom? Jij gaat zeker naar boven, of niet? Nee, hij gaat naar beneden. Oh, die andere eet mijn bom. Helemaal top. Wil jij hier mijn bom? Lekker, hè? Oh, zo'n lekker bommetjes. Eet mijn bom. Hier. Lekker joh, eet smakelijk. Kan mijn bom nog oppakken? En hem dan naar hem toe gooien. Hier. Nom, 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 nom. Hier, nog een bommetje voor jou. Lekker. Oh, nice. Hier hebben we de portal, zodat we terug kunnen warpen naar het begin van het kasteel. Wat we sowieso een keer moeten doen. Want er lagen daar nog allemaal kistjes en zo. Hier ligt ook een kistje. Zo. Wat zit er in dit kistje? Hey, nice. Dit zijn de Pegasus Boots. En met L kunnen we dashen. En dan kunnen we waarschijnlijk... Ja, oké. Okay. Ik viel even stil. Maar waarschijnlijk moeten we deze dus doorprikken. Juist. Oké, okay, dus we hebben nu de Pegasus Boots. Zouden we hier overheen kunnen springen misschien? Als we een aanloop innemen en springen... Oeh, lekker. Let's go. Hoppa. Nice. Oh, en we hebben gelijk de master key ook al te pakken. We gaan keihard, jongens. Maar we zijn nog lang niet overal geweest. Ik heb ook nog maar één normaal sleuteltje. Die kan ik misschien hier plaatsen. En dan... Oh, dan kan ik niet verder. Dus ik heb sowieso nog twee extra sleutels nodig, zo te zien. Kunnen we misschien wel hier halen. Ik heb alleen niet zo heel veel bommen meer. Dus ik hoop dat ik eigenlijk al die vogels nog ga slopen met die bommen. Moeten eigenlijk allemaal raak zijn nu. Kom op, kom op, kom op. Lekker. Nog eentje. Ja, dit gaat goed komen. Hoppa, nice. En de volgende sleutel. We gaan wel weer lekker hard, jongen. Er zit een goed tempo in dit kasteeltje. Gaat helemaal top. Voor deze kamer zien te overleven. Het zal wel goed komen. Dit zijn niet de meest moeilijke vijanden. Precies. Oh, en dan komt daar boven een kistje. Ik weet even niet hoe ik daar boven kom. Maar daar zullen we straks wel achter komen, denk ik. Go, go, go. Oh, nice. Hier hebben we weer 10 bommen. Die kan ik wel gebruiken, want mijn bommen zijn eigenlijk zo goed als op. Ah, die zijn toch wel lastig hoor, die gasten. Oké, dan kunnen we hier dat kistje opzoeken. Yes. Zit daar dan ook weer een sleutel in? Dat zou lekker zijn. Nee, hier zitten roepies in. En dat zijn 50 roepies. Hier naar beneden. Komen we weer terug, kunnen we dit blokje even duwen. Maar ik zag dat ook boven nog een weg was. Dus we deze kant op gaan. Hier is nog een kamer. Hier zijn we nog niet geweest. Daar zit een plek waar je een bom neer kan leggen. Oh, die moet je dan hier neerleggen. In deze kamer. Ik snap hem al. Oké. Moeten we weer terug? Helemaal terug. Het is wel lekker dat we nu snel kunnen rennen, jongens. Kijk hem gaan, Link. Oop. Go, 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 go. Boom. Hier kunnen we nu gelukkig wel gewoon doorlopen. Of niet nog een keer iedereen te verslaan. Als het goed is, als we dan hier een bom neerleggen. Dan, ja, hebben we een geheime gang. Nice. Hier moeten we al die bommetjes zien te verslaan. Oh, kijk, dit gaat soepel. Dit ging... dit ging echt super soepel. Hoppa, en de laatste sleutel denk ik dan. Ik had er nog twee nodig namelijk, die hebben we nu allebei. Maar ik wil sowieso ook nog even terug naar het begin van dit kasteel. Voordat we al die sleutels in het slot gaan doen. Want in het begin van het kasteel hadden we ook nog niet alles opgelost namelijk. So, let's go. Even warpen naar het begin. En dan moesten we hier naartoe. Oh, nu kan ik waarschijnlijk... Ja, kijk. Hoppa. Oh. Dat ging niet helemaal volgens plan. Kunnen we een kistje openmaken. En hebben we nog een sleutel. Blijkbaar hebben we nog een sleutel nodig. En hierboven waren we ook nog niet helemaal klaar. Want we moesten aan deze kant nog alle enemies zien te verslaan. Deze moeten we... Ah, deze moeten we slopen. Moeten we even terug. En dan moeten we nu eventjes hier naar boven. Dan moeten we hier die skeletten verslaan. Oh, dat wilde ik iets te makkelijk doen. Pak ze. Pak ze. Yes. Hoppakee, kistje erbij. Oeh, een geel roepie. 300. Wow, 300 roepies in één keer erbij. Holy crap. Dat is echt veel. Dat is echt heel veel. Oh, en dan hebben we hier de Stonebeak. Maar ik heb het gevoel dat we de dungeon al vrij goed opgelost hebben eigenlijk. Oké, laten we terug gaan warpen. Hier naar beneden. Kunnen we nu al deze sleutelgaten gaan fixen? Oh, kijk, ja, we hadden hier inderdaad nog 3 nodig in plaats van 2.
dacht dat we er hier 2 nodig hadden, maar inderdaad, we hebben er 3 nodig. Gaan we naar beneden? Hallo? Moet ik een bom neerleggen naast jou? Word je dan boos of zo? Moet ik tegen je aanrennen? Is dat het ding? We hebben natuurlijk de Pegasus boots gekregen in dit kasteel. Ja, kijk. Kijk, dat is de truc. En hier kunnen we dan zo rennen. Juist. Soepeltjes, jongens, allemaal. Kunnen we die vogels ook zo slopen? Oh, nice. We kunnen die vogels ook gewoon slopen door tegen ze aan te rennen. Kijk. Bam. Lekker. Easy. Nice. Alright, dan is het een kwestie van hier de vleermuisjes slopen. Pak ze. Pak ze. Lekker. Krijgen we nog een sleuteltje? Oké. Ik wist niet dat we die ook nog nodig hadden, want hier is namelijk al de baas. En voor de baas hebben we in ieder geval deze upgrade, dat we weinig damage pakken. Nice. Let's go. Hier is de baas. Hallo, Niener, Niener. Je kan me niet vinden. Nana. Hallo? Hallo? Bloopers? Oké, wat gebeurt er? Er komen allemaal bloopers uit de lucht. Gewoon 1000 bloopers verslaan of zo? Oh, snap. Ik ben al geraakt door een blooper. Dit schiet niet op. Ik ga hier een bom leggen. Ik zie daar een schaduwtje op de grond namelijk. Dat is hem ook niet. Oké. Vallen van het plafond. Dat wordt veroorzaakt door een trilling of zo. Ik heb natuurlijk de boots gekregen, de Pegasus boots. Meestal moet je daar dan ook iets mee doen bij de baas. Kun je overheen rennen of zo. Oh, we moesten hem ook van het plafond laten trillen. Aha. Wel vet trouwens, die reflectie zo in zijn oog van de muren. Dat is wel tof gedaan. Oh snap, oké, wat is dit? Oh, wat is dit? Hij heeft 2 ogen. Ah, hij gaat niet verder. Ik moet hier sowieso doorheen rennen. Sowieso. Lekker Link. Nice. Pak hem. Pak dat oog. Oh, ik moet springen. Oh man. Ik kan ze nou helemaal niet meer raken. Dat is crap. Volg hem naar boven. En spring. Lekker. Pak hem. 1 oog is kapot. Nice. Pak hem. Easy. Easy. Oké, deze baas was wel echt de makkelijkste tot nu toe volgens mij. Het was moeilijker om de baas te vinden dan om hem uiteindelijk te verslaan. Dat verslaan, dat ging echt super makkelijk. En zo hebben we er weer een hartje bij. Waarom hebben we nu eigenlijk nog steeds die sleutel? We hebben net een extra sleutel gekregen. We hebben hier ons derde instrumentje te pakken. Een bel. Een Sea Lily's bel. Nou, maak even een mooi melodietje, Link. Nice doe! En zo hebben we natuurlijk de derde tempo ook al uitgespeeld. En moeten we nu naar de waterval. Oh snap, krijgen we een waterkasteel? Waterkastelen zijn altijd moeilijk. Het is verstopt in de waterval. Ja, dat is ook echt iets van Zelda. Je moet altijd achter de waterval kijken. Altijd. Hey, en daar hebben we Hoed Hoed. Yo, Hoed Hoed, what up man? Hoeveel instrumenten heb je tot nu toe? Ja, we hebben er 3. We moeten natuurlijk alle instrumenten verzamelen voor de windvis. We moeten nu naar Yarna Desert. Oftewel, we moeten naar de woestijn. En dan is dit het einde van deze lange aflevering van de Legend of Zelda Link's Awakening. We hebben Richard's bladeren bezorgd. We hebben de derde tempo uitgespeeld. En tijdens de volgende aflevering moeten we naar de woestijn. En daarna naar de watertempel. Doe even een blauw duimpje omhoog als je deze serie tof vindt. Abonneer op mijn kanaal voor meer video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickatune. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!